alles start bij de grond. Als je geen goede grondvoorbereiding doet, dan gaat je plant nooit niet echt goed groeien. Gisteren zijn we gestart met het bestand gezond af te graven. We hebben alles mooi gespit, alles losmaken van de grond. We hebben ook onze kortenstalplaat, de afboording van de beplanting van het pad en van de beplantingszones geplaatst gisteren. En vandaag zijn we eigenlijk bezig met onze organisch materiaal, onze bemesting, alles plantklaar te leggen. En dan vanmiddag gaan we planten. Het is een zwaardere grond hier. We hebben een beetje met die turf proberen om een beetje luchtiger te maken. Dat het water schunnen weg kan, dat de planten schunnen kan wortelen. Dat is de kunst. Je moet rekenen, in de winter komt het nat en in de zomer is het droger. Dus we moeten wegmaken naar onze grondvoorbereiding, dat moet ideaal zijn. Het sortiment van BestSelect is erop gebaseerd dat bijna elke tuin daarvoor geschikt is. Het is niet zo dat wij bepaalde soorten hebben die echt een hele zware grond moeten hebben of die juist een hele lichte zandgrond nodig hebben. Nee, dat zijn eigenlijk allemaal doorsneeheersters die in 90-95% van de tuinen zonder extra voorbereiding aan de grond kunnen geplant worden. Dus behalve op scherp zand en op een hele zware kleigrond kunt je gewoon aan de slag met ons product. Naar het planten toe is er geen verschil met een gewone plant. BestSelect producten en andere producten die worden op een gelijke manier in de grond gezet. Je hoeft er niet speciaal extra groene vingers voor te hebben. Het is ook niet gemakkelijker dan de rest. Je zorgt ervoor dat het plantgat dubbel zo breed en dubbel zo diep is dan de pot of de kluit van de plant zelf. Zorgen voor losse grond onderaan in de put, zodanig dat het niveau juist kunt aanpassen, hè, zoals ze moeten staan. Kunnen we dat straks ter plaatse een keer laten zien. En dan de grond goed losmaken, goed laten kruimelen, aanvullen, lichtjes aanduwen en indien nodig, maar dat hangt van de weersomstandigheden af, één keer goed water geven. Nooit water op voorhand in het plantgat doen, anders maakt de modder en als dat opdroogt, dan krijg je een baksteen. Altijd achteraf pas gieten, dat is een misvatting die veel mensen hebben, maar pas na het planten uitbundig gieten en één keer is voldoende. Dus nu hangt af van het tijdstip van het jaar. Dus ongeacht van het feit of dat als je die planten in oktober zet, ja, dan snoei je in maart. Als je ze in maart zet, moet ze eigenlijk onmiddellijk snoeien. Dus het is belangrijk van elke plant op zijn juiste moment te snoeien. Dus gaan hier in de winter alles gaan snoeien. Hè. Bijvoorbeeld de hagen. Die haag hier, hè, die mag nu gesnoeid worden, omdat dat niet veel een rol speelt. Maar een bepaalde soort die in de zomer moet bloeien, die moet er nu snoeien. En iets dat nu bloeit of binnenkort bloeit, ja, dat moet er nog afleiden, dan moet er na de bloei snoeien. Dus zo heeft iedere plant eigenlijk zijn specifiek dingetjes. Hier zitten er een aantal dingen bij die altijd op dezelfde moment kunnen gesnoeid worden. Of die niet moeten gesnoeid worden, dat zullen er ook bij zijn. En ja, dat is al wat de kunst.